Jammo Channel! Hallo allemaal! Leuk hè? Allemaal sneeuw! Ja, vandaag gaat het over... Winter! Zullen we sneeuwballen gooien? Het is hartstikke koud! Nee, lekker! Ik hou van sneeuw! Al die sneeuw! Ja. Leuk! Ik krijg het hartstikke koud! Leuk! Zo we gaan eerst kijken naar de vraag van vandaag. En die komt van... Zeen, kijk maar snel mee. Gaat dat ook over de winter? Ja. En over sneeuwballen gooien? Dat weet ik niet. En ijs. Ijs. Oh, leuk. Koud. Ja, ik hoop het. Vrieuw, vrieuw. De vraag van vandaag. Goedemorgen, juffrouw Nelletje. Goedemorgen, meneer Pieterbot. Mijn naam is Zeen en ik woon op Curaçao. En ik ben op de Marnix. Ik ben 7 jaar oud. Ik wil graag met sneeuw spelen. Raap, vlieg jij in de winter naar een warm land? Hé, hey, hoi Zeen! Ja, weer een goede vraag hoor. Winter, ja, dat is met de woe van winter. En water en wortel. Ja, wortel die op de neus is van de sneeuwpop. Ja, of ik naar een warm land toe vlieg. Nee hoor, wij raven, wij trekken niet. Nee, sommige vogels wel hè. Als het koud wordt, dan gaan ze naar een warm land. Ja, en dat komt omdat ze bijvoorbeeld zwaluwen, die eten vliegjes. Ja, en andere insectjes. Nou ja, als ze er niet meer zijn omdat het te koud is, dan moeten ze dus ergens heen waar al die beestjes nog wel zijn. Ja, dus dan vliegen ze daar naartoe, naar het zuiden. Nou, maar raven niet hoor. Nee, wij kunnen heel erg goed tegen de kou. Dat zie je wel. Met een muts en een sjaal komt alles goed. Ja, ik heb het nooit koud. Ja, behalve buiten. Dus ik blijf lekker binnen. Ja, nou, wacht eens even. Juf Neeltje, meester Pieter Bas. Op Curaçao, er is toch helemaal geen winter? Nee, Raaf. Hier is er geen winter. Nee. Nee, er is hier geen vrieskou of sneeuw of ijs. Zoals het in Nederland wel eens is, hè? Nee, het is hier nu regenseizoen. Ja. En dan is het wel ietsje koeler, vooral in de nacht. Ja. Maar nog lang niet zo koud als het in Nederland kan worden. Nee, eigenlijk kan je het heel goed zien op een thermometer. Kijk, hier zien jullie een thermometer. En een thermometer laat zien hoe warm of hoe koud het is. Ja, koud! En als het op Curaçao 30 graden is, dan is het in Nederland al winter. Ja. En dan kan het maar soms maar 10 graden zijn of zelfs 0. Dan kan het gaan sneeuwen, toch? Ja, want als het gaat regenen en het is 0 graden of zelfs onder 0, dan bevriezen de regendruppels en dan krijg je dus sneeuw. Ja, daar hou ik van, want dan kan je als het lekker goed veel sneeuwt, dan kan je sneeuwpop maken. Of als de sneeuw blijft liggen, dan kan je met een slee kan je zo van een heuvel afsleeën. Ja, dat is heel leuk, maar ook erg koud, want dan moet je dus een muts op. Ja. En een sjaal om. Ja. En een dikke trui en een dikke jas. En ook Handschoenen en natuurlijk dikke sokken en gewone schoenen. Ja. Kijk, dat heb je hier allemaal niet nodig hoor. Hier stap je in de auto. Ja, ik zou wel eens weer op de fiets willen rijden in Nederland. Want hier is dat anders. Dan stap je in de auto en dan gaan we bijvoorbeeld naar de zee lekker zwemmen. Ja, je kan hier gewoon nog lekker zwemmen hoor. Midden in de winter. Als het in Nederland winter is, kan je hier nog zwemmen. Ja. Ja. En in Nederland ga je natuurlijk veel op de fiets. Dat is wel koud in de winter. Ja, leuk. Dan moet je je goed aankleden hoor, om in Nederland te gaan fietsen. Hé, maar zullen we laten zien? Wat? Hoe wij in de winter in de auto stappen en dan lekker gaan zwemmen bij de zee. Oh, laten we zien wat mensen op Curaçao doen in de winter. Ja! Dat gaan we doen. Kijk maar mee. Even inzoomen hoor. We gaan vandaag naar Daiboy. Ja, Curaçao heeft heel veel mooie stranden. En bij Daiboy komen we heel graag.
Daar zitten mensen domino te spelen. Klinkt altijd zo gezellig. Al die stenen op de tafel, ja. Ja. Oh, wat is de zee weer mooi blauw, zeg. Oh, lekker warm. Hoe kan dat nou toch, dat het zo lekker warm is hier in de winter? Nou, de zon die staat recht boven de Evenaar. En Curaçao ligt vlak bij de Evenaar. Bij het midden van de aarde. En daardoor is het hier altijd warm, want de zonnestralen komen bijna recht van boven. Maar als je hier wat langer woont, dan wendt je lichaam er ook aan, hè? Aan de temperaturen. En dan voelt het voor ons in de winter zelfs een beetje fris in de zee. Ja, dat klopt. Als je hier net woont of als je op vakantie bent, voelt de zee heel warm. Maar als je hier dus langer woont, dan lijkt het toch een beetje fris. Ja. Mooi, hè? Kijk, die rotsen met die planten en struiken erop en cactussen. Als het in Nederland winter is, is het hier regentijd. En als het veel regent, worden de planten natuurlijk mooi groen. Kunnen ze goed groeien. En waar zijn de kinderen nou? Ja, die liggen daar al lekker te chillen. Maar we zouden toch ook leuke spelletjes gaan doen? Tuurlijk, kijk. Beachballen, een soort tennis, hè, op het strand. We hebben hier natuurlijk geen sneeuw om sneeuwpoppen of sneeuwmannen te maken, maar wel heel veel zand. We gaan van Julian een zandman maken. Kijk, ben je minder zo flink aan het graven? Ho, er komt nog een golf. Zandman gaat alle kinderen pakken. Wegwezen, jongens. Rennen. Oh, kijk. Een zandzeemeermin. Ja. Tijd om in het water te duiken, zeemeermin. Oh, ik ga er ook even lekker in, hoor. Even lekker afkoelen. Een warme sjaal. In de winter is het buiten koud, zijn bomen kaal. In de winter ga ik lekker zwemmen in de zee. In de winter zwemmen zo warm om je heen. Ik krijg gewoon de bibbers klapper. Van de kou. En toch lijkt me het leuk als ik een sneeuwpop maken zou. Ik droom juist van een palmboom in de warme zon. Wat zou het heerlijk zijn als ik even ruilen kon. In de winter, een dikke trui met zijn warme sjaal. In de winter. Buiten koud zijn bomen koud. In de winter ga ik lekker zwemmen in de zee.
buiten, steeds weer op de fiets. Altijd in de auto, en dat vind ik niets. Jij kan naar het strand toe, en jij rijdt op de snee. Ik zou wel willen ruilen, vind je dat een goed idee? Ja! Dat doen we! Ja, ik de winter! Oh, ik lekker naar het strand. Koud! Oh, lekker! Oh, ja, lekker koud! In de winter, in de winter. Ja, juffrouw Neeltje, die zou best wel willen ruilen soms met iemand uit een koud land om even lekker sneeuwballen te gooien of een sneeuwpop te maken. Daarom heb ik een cadeautje voor haar. Een eigen muts. Als ze dan een keer op vakantie gaat naar een koud land, kan ze die opzetten. Maar ik heb nog wel een ideetje. Kijk, zien jullie deze ijsblokjes? IJs is heel erg koud, toch? Kunnen we het hoofd van juf Neeltje een beetje koud maken, net zoals alsof ze echt in een koud land is. Even kijken, dan hebben we een doek nodig. En gooi ik al die ijsklontjes erop. Hups. Oh, vallen ook een beetje op de grond. En dan moet ik ze natuurlijk plat slaan. Daar hebben we dan een hamer voor. Nou, dan gaan we hoor. Hupsakee, klopper de klop, klopper de klop. Crushed ice, lekker koud. En dat stop ik dan in die muts. Even eerst in die bak. Oh, lekker veel ijs. Oh, koud. Ik hou er niet van. En even Neeltje weg. Al dat ijs in die muts. Snel, alles aan de kant. Ah, ik ga roepen hoor. Neeltje! Kom je gedag zeggen. Ik heb ook een cadeautje voor je. Neeltje? Ja? Kom je gedag zeggen. Gaan we gedag zeggen? Ja. Ja. En kijk eens. Mooie muts heb je op. Een cadeautje. Nee. Je eigen muts. En er zit ook een verrassing in. Doe maar gewoon op. Maar het is hier hartstikke warm. Ja, maar dat is dan voor als je een keer naar een koud land gaat. Je houdt toch zo van de kou? Ja, ik wil graag weer een keer naar Nederland. En dan kan ik me voorstellen hoe dat ook weer is. Ik zal het even voor je opdoen. Ja. Ja. Oh, ja. Lekker. Nou, jongens en meisjes. Maar wat is dan de verrassing? Ja, dat merk je wel. Oh. Dit was het dan alweer. De Otre Bia. Tot de volgende keer. Ik voel me ineens mijn hoofd heel koud worden. Hoe zou dat nou komen? Heb jij hier iets in gedaan? Ja, misschien een klein beetje ijs. Je houdt toch zo van ijs? Je hebt er ijs in gedaan. Je houdt toch van ijs? Ijs in. Ze heeft het zelf gezegd, hè? Ijs ze houdt in van deze ijs. Muts. Zal ik eens even een beetje ijs in jouw broek doen? Nee, niet in mijn broek. Kom maar even hier. Nee, kom maar. Ik ga jou niet op jouw broek willen. Wil je elke woensdag een nieuw filmpje zien? Dan kun je abonneren en klikken op de bel. Dan zien we je snel. Abonneren is helemaal gratis. Dus waar wacht je nog op?